Ja, u kunt het waarschijnlijk wel zien. We zijn in een hele bijzondere omgeving. Dit is het IJzer in de Achterhoek in Ulft. En dat is eigenlijk het museum voor de Achterhoekse ijzerindustrie. En dat is de plek waar we vandaag gaan schatgraven. Zit het daarin verborgen? Daar zit wel wat in verborgen, ja. Ja? Klopt, ja. Wat? Een beeldje en een paar vaasjes. Laat eens beeldjes zien. Kijk eens, het is goed verpakt. Even kijken hoor. Nog beter verpakt, zie ik. Ja. En daar komt het beeld, neem ik aan. Ja. Nou, wat is het voor beeld? Ja, het is een soort van Indonesisch-Indiaas beeldje, denk ik. Ja. Beeld van mijn oma. Enig idee hoe het eraan komt? Ja, van mijn oma geweest. Ja, kijk eens zeg. Nou, van glas. Een sierlijk beeldje. Ja, is dat mooi, hè? Oma geweest? Dus van oma, hoe ja. Hoe oud is het dan, denkt u? Nou, ik heb geen idee. Hij stond altijd bij mijn oma op, op zo'n televisiekast. Ja. En mijn oma die is 99 geworden, dus... Maar ik heb geen idee hoe oud hij is en hoe lang ze hem al heeft, hoor. En waar staat hij nou bij u? Op de kast. Op de kast? Ja. Oké. Okay. Nou, het is in ieder geval, hoe je het ook bent verkeerd, is een sierlijk beeldje, hè? Ja, is leuk, toch? Ja. Ja, ik vind het leuk. Ja, waar we naar kijken, dat is een blikje, daar staat een radarboot op. En die onderhield een soort veerdienst naar Engeland via Vlissingen, staat hier. En dat deed hij ook nog eens een keer twee keer daags. Ja. Moet je nagaan. Wat leuk, maar ja, het is een onderdeel van een blikje. Hier staat bijvoorbeeld, op dit blikje staat ook nog eens een keer staan reclame van Fongers, een fietsenmerk. En gebogen glas zaten we te kijken. Ja. En ik denk dat dit... Sigaretten. Wat weet u eigenlijk hiervan, van deze blikjes? Want deze is helemaal merkwaardig, hè? Eigenlijk helemaal niks. Ze komen uit de familie en ze zijn heel oud. Ja. Dat is alles wat ik weet. Nou, ik zei het al, deze is helemaal bijzonder. Ja. Laat maar zien hoe bijzonder er is. Ik heb alleen gezien dat hij open kan. Wou je met deze beginnen? Ja, doe eens. Nou, zal ik hem openmaken? Kijk, het is natuurlijk al heel leuk wat erop staat. Want kijk, wat erop staat is huis, reis en zak dreggen. Nou, een drecht, dan denk je gelijk aan iets waar je iets meer uit het water kan trekken. Ja. Nou, dat zit er ook in. Ik zal het laten zien. Ik heb dit blikje nooit gezien. Er zit inderdaad een drecht in. En dan praten we over rond 1900, hè? Dat is dus een uitvinding van die tijd. Kijk, dit is de drecht. Dat meen je niet. Ja, echt waar. Oh, één pootje zat los, maar kijk, dan doe je dit. En dan moet je die natuurlijk vastdenken, hè, maar die zit gewoon los. En een enorm lang draad erbij. Dat zit hier helemaal op deze spoel, zit dat helemaal gedraaid. Dus dan kun je dingen mee die in het water zijn gevallen... of iets wat je uit het water wil vissen, kun je met dit ding doen. En waarom zou je dat willen? Dat vraag ik me dus ook af. Dat weet dus niemand. Want dit blik, er staat een heel mooi verhaal op. Ik zet even daar ook mijn bril bij op. Ja, natuurlijk. Dat is je vergeven, hoor. Ja, gelukkig. Want er staat namelijk, kijk, de uitvinder van deze zakdreggen is M.P. Okhuizen. En die man die was hofillusionist... En hij was ook nog prestigegitateur en opticus.
Ja, dus het was een uitvinder. En misschien, dit heeft misschien een oplage van 3 of zo, als hij niet oppast. Precies, die man heeft dit uitgevonden. En die heeft van het blikje, de grap is, het blikje is gemaakt bij de Weduwe Bekkers in Dordrecht. En de Weduwe Bekkers was een fabrikant die echt bekend is in de blikwereld. Want die maakte eigenlijk alle verpakkingen voor, moet je denken aan cacao-merken, aan supermarktmerken. De blikverpakkingen van rond 1900 tot 1930 of zo werd vaak door de Weduwe Bekkers gemaakt. Dus die man heeft dit uitgevonden, heeft het gemaakt en Bekkers opdracht gegeven, maak daar een blikje bij waar dit precies in past. Nou, ik heb dit nooit gezien. Dit is zoiets waanzinnigs. Ik heb het nooit gezien. Ik ken het niet. En hier zijn verzamelaars natuurlijk voor. Ja, 100%. Ik denk als er nog 2 zijn, dan houdt het wel op. Dat denk ik ook. Denk ik, is mijn inschatting hoor. Want ik heb hem in ieder geval nooit gezien. Het is heel bijzonder. Ja. Nog even naar deze. Dit is een sigarettendoosje. Dat is een sigarettenblikje. Ja. Maar jij vindt het toch wel heel bijzonder. Ik vind hem heel erg mooi. Want het leuke is namelijk, kijk, die afbeelding van dat schip wat je hier ziet. Je zei het net al, dat radarschip. Dat is natuurlijk prachtig, hè? Is rond 1900. 2 keer per dag wordt er een radarstoomveerdienst onderhouden naar Engeland. Maar het leuke vind ik ook, wat er allemaal op staat op dit blikje. Al die reclameteksten van die gebogen spiegelglazen en de vongersfiets. En nog een paar van die leuke reclames. Moet je denken dat het rond 1900 is. Het is inderdaad een sigarettenblikje, dat dacht je allemaal. Het is ook zo, het is voor sigaretten. Ik vermoed dat het blikje of cadeau werd gedaan aan eerste klas passagiers. Die dan zo'n blikje met sigaretten kregen. Of je kon het kopen via de rederij of op de rederij of iets dergelijks. Dat vermoed ik. Maar ook dit blikje heb ik nooit eerder gezien. En daarbij komt dan ook nog de staat van het blik. Heel goed. Want dit is natuurlijk een zakblikje wat je in je zak stopt. Ja, dus normaal gesproken is dat gesleten en wordt zo'n blikje weggedaan. Maar deze is ook nog eens in prachtige staat. Kortom, dus zeldzaam. Ook hier weer, als hier verzamelaars zou zijn en die zijn er. Die worden wild. Die worden wild. Zeker. Nou. Hoe wild? Ja, maar het is een beetje lastig voor jou om aan te geven hoeveel zoiets nou waard is. Nou, van deze wel. Die zou ik zeggen 150 tot 200 euro, zo'n blikje als deze in deze staat. Ja. En gezien de zeldzaamheid. Deze is natuurlijk heel gek, want ik heb hem nooit gezien. En ik denk dat alle blikverzamelaars dat met me eens zullen zijn. Dat dit een blikje is wat je nooit vindt. Dus ja. Komt het op een blikveiling, ik noem maar iets, waar allemaal specialisten en verzamelaars zitten, verbaast het mij niks als het 3, 4, misschien wel 500 euro opbrengt, zoiets. Ik kan het niet laten als ik een leuk figuratiefje zie in brons, om dat even aan u ook te laten zien. En we zien hier een beer die ligt, is het een ijsbeer? Ik durf het niet te zeggen, daar heb ik nou net niet genoeg kijk op. Maar hij ligt in ieder geval op een ondergrond. Het beeldje bestaat uit 2 verschillende componenten. De ondergrond en het dier zelf. En het is geplaatst op malachiet. Malachiet, dat is eigenlijk een soort marmersoort. Een kopererts eigenlijk. Maar het is zo mooi dat het gewoon gebruikt wordt als sier. We zien een bronsje wat een beetje lijkt op Weens bronsje. Het is alleen helaas niet gemerkt. Ik kan het niet bewijzen wat het precies is. Maar het is dusdanig aardig dat ik het toch aan u wil laten zien. En u ziet ook dat het basement is een klein beetje beschadigd. Maar goed, dat is met geringe kosten toch weer mooi te maken. Ik vind het een bijzonder leuk beeldje. Het zal zeker 19e eeuw zijn. En qua waarde, ook al is het niet gesigneerd, denk ik toch rond de 300 tot 500 euro. Thijs, van de dierenambulance, Nederrijn volgens mij. Ja. Ja. Wat is dat voor gebied, Nederrijn? Dat is gemeente Wageningen, Renkum en Rhenen. Dus zeg maar bij Arnhem en dan richting Rhenen. Dat is een stukje. Ja. En wat brengt jou hier? Nou, wij hebben een horloge. Uh-huh. We hopen dat die echt is. Hoe kom je aan een horloge? Nou, wij zamelen kleding in voor de dierenambulance. Wij hebben altijd geld nodig als armlastige stichting. En daar hebben we een kledinginzamelingsactie voor. Nou zijn we onlangs gebeld door iemand, haar man was helaas overleden en dat was een echte dierenvriend. En zij had zoiets, nou wat is nou mooier dan die kleding naar de dierenambulance te brengen. Wij krijgen dan weer per ingezamelde kilo krijgen wij weer een vergoeding. Maar dat moeten we allemaal uitzoeken. De kleding moet goed zijn, het mag geen vlek hebben, het moet niet kapot zijn. Maar daar zat een horloge in die zak. En toen dachten we, nou dat is wel interessant. Dus wij zijn naar de lokale juwelier gegaan, of horlogemaker, en die had zoiets, nou dat zou wel eens echt kunnen zijn. Zijn we vervolgens naar een ander gegaan. Die zei, nou, echt niet. Die lacht ons al uit toen we binnenkwamen lopen. En de derde zei, nou, ik weet het niet. En de eigenares, of heb je die nog gesproken? Ja, we hadden zoiets. Misschien is het niet de bedoeling dat dit ding is meegegaan. Ja. Dus ik ben nog even daar naartoe gegaan. Zij heeft gezegd, ja,
Dus kijk maar wat je ervoor kan krijgen. Als het wat oplevert, is dit mooi voor jullie. Wat is het? Het heeft een merknaam, neem ik aan? Ja, er staat wel... het zegt mij allemaal helemaal niks. Riket of ja, zoiets? Ja. En we hebben natuurlijk even gegoogeld. En als die echt is... Als die echt is? Ja, dan kunnen we een nieuwe bus kopen, hoor. Echt waar? Ja. Heb je het dan over 50.000 euro meer, of zo? Meer, ja. Meer? We hebben rond de ton gezien, ja. Huh? Och, ja. Jongens, wat zou het leuk zijn als die echt was? Ja, maar ja, de andere juwelier zei, als die nep is, dan is het oud ijzerprijs. Nou ja, dan hebben we meer aan brandstof verreden dan... Wij zijn net zo nieuwsgierig als jullie, denk ik. Ja. Oké. Okay. Misschien tot later, hè? Ja, oké. Okay. Dank je wel. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ik ben absoluut niet deskundig. De deskundige die staat in dit geval daar. En dat bleek ook wel vanmorgen toen zag ik dat beeldje. En ik dacht, dat is van glas. Zo zag het eruit. Nou, nee dus. Hè? Aardewerk. Maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Nog eventjes terug, ik vroeg het u ook al, hoe komt u eraan? En, ja. U noemde uw moeder, staat me bij die 99 nee, is geworden. Nee, mijn moeder niet, mijn oma. Mijn oma, oké. Okay. Ja. Uw oma 99 geworden en die had dat beeldje? Ja, die had het beeldje altijd thuis op de kast boven de televisie staan. Ja. Ja. En nou staat het bij u? Ja. En u vindt een mooi beeldje? Ja, ik vind hem prachtig. Ja. 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 Nou, ik ben blij dat u hem heeft meegenomen. En Marcel, die hielp mij onmiddellijk uit de droom. Ja, en ik zei van, dat glazen beeldje, het is helemaal niet van glas. Nee. Het is gewoon... En je deed toen dit. Ja, de onderkant verraadt gelijk die witte kleur. Dat is aardewerk. En wel op een hele aantal mooie manieren gedecoreerd. Er zit een vergulding op. Er zitten verschillende glazuren op. Verschillende kleurstellingen natuurlijk ook. Maar we zien een glanzende glazuur... die misschien juist te doen twijfelen dat het glas zou kunnen zijn... Maar dat matte wat we hier zien, ja, dat is ook een speciale glazuur die gebruikt wordt in die industrie. En die het juist niet doet glanzen. Heel aardig om te zeggen is dat degene die deze fabriek heeft opgericht, dat is een mevrouw Manna. Italiaanse keramiek kunstenares die gewerkt heeft als decoratrice voor een aardewerkfabriek waar ze ook poppen maakte. Dus het is eigenlijk een beetje in het vakgebied van Carita. Maar, ja. En als je dat weet, dan zie je ook wel de fijnheid in het gezicht. Ja, dan zou het ook zomaar, als we dat zouden daar een close-up poppen, van zouden nemen... zou het een poppengezichtje kunnen zijn. Ja, wonderlijk. En dat was de firma Lenzi in Torino, Turijn, Italië. Daar spreken we over. En zij is dus een eigen bedrijf begonnen. Ceramica Italiana Artistica. CIA. Manna. En dat staat er ook onderop. We zien dat Over welke tijd hebben we het nou, als we het hierover hebben? Dan hebben we het over de jaren 30. En nog belangrijk om te zeggen is dat hier nog staat dat Marchio Depositato... dat betekent dat het de merknaam, de naam van het bedrijf... nog maar net gevestigd was... Dus het is een hele vroege. Ik denk dat het vroeg is. We hebben het over de jaren 30, met andere woorden. Ja, nou, dan is het ook behoorlijk oud. Ja. Het is, geloof ik, puntgaaf, hè? Het is puntgaaf. Echt een heel mooi oriëntaals onderwerp. Zo heet ze ook, Danzatrice Oriëntaal. Ze heeft een modelnummer. Er zijn er ook meer van. Een modelnummer 207. Dus met andere woorden, het is niet de enige. Je maakt voor zo'n beeld een mal. En er worden er verschillende van afgegoten. Ja, en dan helemaal bewerkt. En dat was natuurlijk ook nog een verhaal apart. Dat is een verhaal apart. Wat als je ziet, is dat ook wel heel netjes gebeurd. En ja, mooi. Absoluut. Ja. Dat is handwerk. Ja. Ja. Waar praten we over als we in waarde denken? Nou, als zoiets te koop is bij een handelaar die ook in Art Deco-zaken handelt... dan denk ik dat het zomaar 400 euro kost. Ja. Nou, hartstikke mooi. Leuk. Je houdt hem lekker... Ik hou hem zelf, natuurlijk. Ja. Ja, kan ik me best voorstellen. Ik ben ermee opgegroeid een beetje, hè? Ja. Ja. We zijn in het IJzer Innovatiecentrum. En enerzijds kijken ze dan terug in het verleden. En dat is het museum over de Achterhoekse ijzerindustrie. Maar anderzijds het innoveren. Hoe doen jullie dat? Ja, dat klopt. Nou, daarvoor hebben wij ook de partijen waarmee wij samenwerken. De ondernemers zijn een belangrijke partij. Die geven ook aan waar de innovaties in hun bedrijven naartoe gaan, welke vragen daar leven. Een van de dingen daarbij was ook de robotica. Nou ja, iedereen weet dat daar veel in gebeurt.
En dan hebben we de samenwerking ook met het Graafschapcollege, het ROC in Doetinchem. En in samenwerking met het Graafschapcollege, met de bedrijven en met de mensen die hier ook werken in ISER en die veel verstand hebben van robotica, wordt er in samenwerking een onderwijsprogramma gemaakt, zodat ook die studenten toegerust zijn op de toekomst. Want dat is de bedoeling, dat jongeren kennis maken met wat de mogelijkheden zijn op dit gebied. Ja. Ja, ja, dat is een van de doelstellingen van ISER, om kinderen en volwassenen, jongvolwassenen. En lukt dat? Daar zijn we heel hard mee bezig. En ja, het is ook vooral de beeldvorming, en om beeldvorming te veranderen, dat is een langdurig proces. Want wat is er mis met de beeldvorming? Nou, als je kijkt op het basisonderwijs, zitten daar toch veel vrouwelijke docenten. Nou, ik ben zelf ook vrouw. En je merkt gewoon dat het voor hen het lastiger is om techniek en technologie te implementeren in hun onderwijsprogramma. En daar willen wij heel graag een bijdrage aan leveren op diverse manieren. Ook bijvoorbeeld met het mobiele FabLab waar we mee langs de scholen kunnen. Zodat kinderen ook leren met 3D-printen in aanraking te komen. Om te weten wat techniek is. En ook vooral om te weten en te leren dat techniek niet alleen maar is van de blauwe overalls en de vieze handen. Dus dat techniek eigenlijk is voor iedereen. Ja, nou hebben jullie hier ook allemaal 3D-printers staan. En dat is niet alleen maar voor onderwijs. Hè? Bedrijven die komen bij jullie en die zeggen, kunnen jullie dit maken, kunnen jullie dat maken? Klopt. En dat kan allemaal. Ja, klopt. Zij kunnen hier komen met een opdracht. Dat kan al zijn dat zij zelf een ontwerp hebben gemaakt in het juiste programma. Dan kijken de mensen hier of dat geprint kan worden. Maar ook als zij nog gewoon een vraag hebben van wij willen zoiets, echt in de breedste zin van het woord, willen jullie ons daarmee helpen? Nou, en ook daarvoor staan we uiteraard open. Ja. Ja, jullie hebben hier een soort uitstalkast van wat er allemaal gedaan wordt, wat er allemaal mogelijk is. Wat is dit nou bijvoorbeeld? Want dit is niet geprint. Nee, dit is gemaakt met onze lasersnijder. Wordt ook weer een ontwerp op voorhand gemaakt en dan in het hout uitgesneden en dan in elkaar gezet. En dan in elkaar gezet. Eigenlijk heel simpel. En als ik een stuk gereedschap zie, ja, dan doet hij het ook, hè? Ja. En dat komt zo uit de printer? Ja, precies. Die kan zo geprint worden. Maak het goede model en... Het verbaast mij elke keer weer. Verbaast het die jongelui ook nog steeds? Ja, absoluut. Ja, wat er kan, wat er mogelijk is en ook steeds het doorontwikkelen ervan. Hoewel jongeren zich over het algemeen minder verbazen dan wij. Dat wel. Ja, dat wel. Dat wel. Dat maar wel. Fascinerend vinden ze het, hoop ik wel. Ja, nee, dat zeker. Ja. Nou, laten we eens kijken wat het geworden is, jongens. Kijk eens. Ach, kijk eens aan. Is dat mooi of niet? Net geprint. Ja, we kijken naar poppen, maar goed, dat is niet zo raar als jij aan de tafel staat tenslotte. We kijken ook naar die boekjes en daarvan heb ik begrepen dat het bijzonder is. Nou, dat gaan we straks horen. En wat dat is, nou, dat horen we ook, want dat vind ik een raar popje, als ik het zo mag zeggen. Oh. Ze zijn van nu, hè? Ze zijn... Zullen we eerst eens naar deze gaan, want dit vind ik zo'n gewoon popje eigenlijk. Maar... Ja, maar het zijn schildpadpoppen en die zijn heel bijzonder. En het hangt zit eraan. Ja. Dat zat eraan toen het gekocht werd. Ja, en hoe maar ze geleden? Zijn ooit van mijn moeder geweest. Dus mijn moeder heeft die poppen allemaal gekocht. Ja. Misschien wel geruild. En dat was haar grote hobby. Ja. En, dat en heeft... vooral schildpadpoppen, want daar heeft ze vroeger zelf ook mee gespeeld. Ja. En ja. Carita, daar gaan we het ook over hebben. Een schildpadpotje, maar ik ben erg nieuwsgierig naar wat je in je hand hebt. Want dan beginnen we hiermee. Ja, vind ik wel leuk. Oké. Dit is een zogenaamde marotte. En ik had er al eerder één. Maar er is verschil. Wat is een marotte? Een marotte houdt niet anders in als een porseleinen kopje op een stok. Mm-hmm. En nu kan de stok zelf gemaakt zijn. En hij kan van mahoniehout zijn. Hij kan van ivoor zijn. Je kan deze in prachtigste dingen zo helemaal antiek aangekleed. En er is natuurlijk altijd verschil. Waar je heel erg op moet letten is dat ze tegenwoordig nagemaakt worden. En als je een beetje handig bent, is dat niet zo moeilijk. Een kopje, een romp en een stokje erin. Ja. Maar, wat is hier nu leuk aan? Dan ga ik toch even goed het kopje laten zien. Ze heeft een pruikje van mohair. En dit is er nieuw opgemaakt. De kwastjes zijn nieuw. Dit kraagje is nieuw. Deze. Hier horen bellen aan. Maar wat erg leuk is, is dat als je haar ronddraait... Kijk, nou... Ja, dat is heel bijzonder. En dit was niet voor kinderen, maar altijd voor poppen. Een dure pop had een marotte in haar handen. Ja. Oh, zo.
Ja. Dit was voor poppen bedoeld? Ja. Nou, dan hoor je weinig wijsjes, denk ik. Ja, maar zo is het wel. Het is een speelkind voor de pop. En dat was meestal een jumeau, een bruut, de Franse poppen. Ja. De uitsnijding van het hoofdje kun je aanzien. Maar dit is de Franse uitsnijding van een pop. Dus de Duitse heeft bovenop een gat. Daar kun je de ogen er goed in doen. Mm. En de Franse uitsnijding is aan de achterkant. Dus dat is het verschil. En een mooi geluid. En we zetten heus haar pruik wel weer op. Leuk, hè? Dan maar naar die. Oké, dat is een van de 5 kinderen. En dat staat hier geloof ik op een van de boekjes. Mm-hmm. Schildpad heeft 5 kinderen gemaakt die Rheinische Gummi waren. Fabriek in Duitsland. Hij maakte ze van celluloid. Als er een T achter in de hals staat, dan zijn ze van tortelon gemaakt. Celluloid is erg kwetsbaar. Zeker als de zon schijnt of lekker brandglas van je broodje erop. Dan kon het wel wegsmelten. Ja. Ze heeft glazen ogen. En het haar is al een beetje in de glans voorzien. Een beetje paarlemoor. Begin 50e jaren. Dus is ze gemaakt. Zij heet Inge. Mm-hmm. En dan heb je Erika. Dan heb je Ursel. Je hebt Hans. Je hebt Berbel. En die kleine baby, die strumpeltje. Dus dat zijn de schildpadkinderen. Ze zijn heel geliefd en nog steeds, maar er zijn er nog veel bewaard gebleven. Wat heel bijzonder is in deze boekjes. Boekjes zijn natuurlijk stuk gelezen en altijd weg. Nu zullen er echt nog wel van die boekjes zijn, maar deze heb ik ook nog niet vaak gezien. Voor dit boekje weet ik, daar wordt €50 voor betaald. Zo. Maar het is zo prachtig. Wat moet er nou een pop zonder dat mooie boekje. Dat kan haast niet weg. Dus eigenlijk als je de hele boel weg wil doen, hou je 1 pop met een boekje. Okay. Dat is toch niet te veel gevraagd. Nee, zeker niet. Nee, aan ode aan uw moeder. Ja, nou, en gaan we prijzen even kijken. Want ik ben heel benieuwd naar die. Ja, deze moet je dan rekenen op een €700. Okay. Zo. En de Inge is ongeveer nu een €150. En inclusief het boekje? Nee, boekjes kost €50. Ja, dat is €50, hè? Ja. Zo zie je maar weer op zo'n opnamedag als vandaag kom je toch eigenlijk allerlei grappige en buitengaanbare dingen tegen, voorwerpen tegen. Zo heb ik hier bijvoorbeeld een slot van een oud herenhuis uit Zeerenberg. En dit is gewoon een klink waar die deur mee open kan, van binnen. Maar van de andere kant, kijk, alleen een handvat. Dus als bijvoorbeeld mensen die s'avonds uitgingen of weer en overdag naar binnen en naar buiten wilde, nam je gewoon dit hele ding mee. En daar kon niemand er meer in of uit. Eigenlijk een soort kamerslot. En gewoon een apart gemaakt ding. Helemaal handgesmeten, dus het moet toch altijd oud zijn. 1880, 1890, 1900 misschien nog in die tijd. Maar het is gewoon een heel leuk voorwerpje. Ik denk dat deze voorwerpen momenteel €25, €30 per stuk zullen opbrengen. Ja, het is grappig. We hebben vandaag 2 meneer Heijenbroeks gehad. Dit is de tweede. De eerste die we hadden, dat was een kijkje eigenlijk in wat hier in dit gebouw gebeurde. Daar waren ze echt aan het gieten. Ja. En hier kijken we naar volgens mij een glasblazerij, hè? Dit is de glasblazerij van Leerdam. Van Leerdam zelfs, ja. En hoe komt u aan dit schilderij? Mijn opa was een van de directeuren in Leerdam. En die had dat in zijn kamer hangen. Directiekamer. In de directiekamer. Wat grappig, want daar, dat weten we inmiddels. Daar hing die vaak. Ja. In directiekamers. Ja. Op een of andere manier. Ja. En ik heb ook begrepen dat als er maar vuur op was, dan kon je al bijna erop rekenen dat het een heienbroek was. Ja. Misschien wat overdreven, maar misschien, ja. Nou ja, goed. Wat het belang van deze kunstenaar is dat hij een van de weinige Hollandse schilders was die echt sociaal geëngageerd was. He, dus hij maakte zich echt druk om het lot van de arbeiders. Zoals Van Gogh is hij naar België, naar de kolenmijnen gegaan met een prijs die hij gewonnen had. Hij had ergens €40 gewonnen. Is hij mee naar België gegaan. Heeft hij zich het leed aangetrokken van de werkers in de kolenmijnen. Heeft hij ook tekeningen van gemaakt. Toen is hij hier naar Holland gekomen. Is hij ook in de fabrieken gaan tekenen. Toen heeft hij allerlei mensen van de sociaal-democratische beweging voor zich proberen te winnen. Die vonden hem een beetje te fanatiek. Mm-hmm. Want in die tijd, ja, bleef je vooral in je leunstoel zitten en dacht je na over hoe het anders zou moeten. Hoe andere mensen het anders zouden moeten doen. Hè? En mensen die hem dus zouden moeten steunen hebben dat niet gedaan. Hij heeft altijd dit soort dingen gemaakt. In het Openluchtmuseum in Arnhem
hangen er ook veel, ook van Leerdam. Dus het is eigenlijk wonderlijk dat zo'n kunstenaar die echt met het lot begaan was van de arbeider, eindigde in de kamer van de directeur. De directie, dat is inderdaad dat is heel grappig, ja. Is hij een geschiedschrijver? Zou je dat kunnen zeggen? Dat niet. Nee, hij heeft eigenlijk nooit aansluiting gevonden bij de grote stromingen. De grote sociaal-democratische stromingen. Zij is wel een van de oprichters van het Museum van de Arbeid geweest. Dus daar heeft hij wel een rolletje in gespeeld. Maar hij was eigenlijk te fanatiek. En dat was, kijk, je moest het wel op een hele nette manier doen in die tijd nog. Hè? Want in die tijd, in 1920, was er een revolutie in de wereld. En dat wilden mensen toch ook weer niet. Nee. Als je hier naar kijkt, het is een schilderij. Misschien zijn er andere mensen die zeggen, nou, het is een mooie tekening. Het is krijt. Krijt? Het is krijt, ja. Het is een pasteltekening. Voordeel ervan is dat je heel snel kan werken. Nadeel ervan is dat je niet een foute uit kan. Ja, die kun je wegpoetsen, maar het blijven hele heldere, frisse kleuren naast elkaar. Het mengen van kleuren wordt iets moeilijker hiermee. Dus je moet heel direct tekenen. En ik vind dit hij is vaak heel snel, wordt het een beetje flauw. Het is heel uitgewerkt. En natuurlijk, ja, je kunt ze tellen, hè? De lichtjes 1, 2, 3, je kunt ze zo tellen. En dan wordt het een veel waardevoller ding. Dus dit is een mooi uitgewerkt ding. Dit is een goeie. Ja. De nazaten van Heimbrock hebben er heel veel. Die hebben er onlangs ook bij een veilinghuis in Utrecht enige tientallen geveild. Tientallen. Maar ook dingen van. Ja. Maar ook dingen van 1,5 bij 2 meter, hè? Dus die maten. Die man heeft hard gewerkt, dus. Ja, die heeft heel veel gewerkt, vooral. Hè? Ja. 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 Maar dat deden deze mensen natuurlijk ook. Hè? Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat wilde hij vooral laten zien, denk ik. Ja. Hoeveel is zo'n schilderij nu waard? Nou, normaal zou je dit in olieverf hebben. Dan heb je op dit formaat, is het op veiling waard, rond de 1000 tot 1500 euro. Dit is een pastel, zou je zeggen, dat is minder waard. Maar ik vind hem echt heel mooi uitgewerkt. De figuren kloppen, daar was hij nog wel slordig mee. Dat het van die halve robots werden. Mm-hmm. Dit is helemaal mooi uitgewerkt. En ik zou deze dus ook zo rond die koers zetten. Rond de 1000 euro? Rond de 1000 tot 1200 euro veilingwaarde. Ja. Als je het dan vervolgens moet kopen, dan is het wat anders. Welk jaar is het gemaakt? Zal de jaren 20 zijn ook. Ja, zal die koers, ja. Ja. Helaas. Ja, nep. Hij is nep? Ja. Wel een hele mooie neppert, zei hij. Maar ja, daar kopen we niks voor. Hij zei wel dat het een hele mooie neppert was. Ja. En hij zei ook wat die waard was als die echt was. Zeg eens even, één keer. 40.000 euro. 40.000 euro, man. Jammer, hè? Ah. Het is een mooi ding, hè? Ja. Ja, dat is jammer. Ja, hij moest er nog eerst goed naar kijken, dus ik had zoiets van, wie weet, maar nee. Aan allerlei dingetjes kon hij zien dat het echt niet klopte. Ja, het was niet goed afgewerkt en er zat een kras in het glas. En dat had nooit gekund en zulke soort dingen. Nee, een echte die had dat niet. Nee. Ja. Hij zat ook in een zak met kleding met allerlei Aziatische toestanden erbij, dus we hadden ook wel een beetje natuurlijk een vermoeden. Maar ja, het was het proberen waard. Je hebt een mooi verhaal, dat ja, wel. Ja, en een mooie nepper. Oké. Hey, tot mooi. Ziens. Okay. Bedankt. Ja, het was bijna te mooi om waar te zijn. 60.000 euro dat dan zo naar de dierenambulance zou kunnen gaan. Maar goed, het is niet anders. Het is een neppert. En het belangrijkste is natuurlijk de wetenschap dat het echt een neppert is. En die wetenschap haal je hier ook.